Goedemiddag, welkom in Flevoland, welkom in het provinciehuis. We gaan het vanmiddag hebben over een heel belangrijk onderwerp, energie, CO2-neutraal. Eigenlijk gaan we het hebben over de toekomst. Dat is voor ons niet nieuw, want die toekomst, daar werken we al jaren aan in Flevoland. We waren al bezig met de Flevolandse energieagenda, om te proberen met elkaar die stappen te zetten die nodig zijn om met hernieuwbare energie in onze energiebehoeften te kunnen voorzien. Die Flevolandse energieagenda wordt gedragen door heel veel partners. Alle gemeenten, de provincie zelf, netbeheerders en anderen. En ja, bijna klaar met die energieagenda. Toen kwam daar het Rijk overheen. Want er komt meer. Er komt iets wat heet een REX of een RES. In ieder geval komt er een plan waarin alle gebieden in Nederland met elkaar aangeven hoe ze de doelstelling van het kabinet gaan halen. En dat is belangrijk. Natuurlijk kun je dan als provincie zeggen, nou dan maken we een plan en dat gooien we dan over de schutting. Nee, zo doen we dat niet. We willen het graag zelf het goede voorbeeld geven. Het goede voorbeeld geven we door ook bijvoorbeeld aan onze eigen gebouwen te werken aan energie-neutraliteit. Op het provinciehuis, voorzien van een nieuw dak, natuurlijk zonnepanelen. En zo op alle andere Flevolandse provinciale gebouwen kijken we op wat voor manier we daar een bijdrage kunnen leveren aan de energiehuishouding. Maar het allerbelangrijkste is misschien wel niet de plannen die de overheid maakt, niet de stukken papier die er verschijnen, maar dat we er met elkaar zelf voor zorgen dat we elke dag opnieuw werken aan beperking van ons energiegebruik en mogelijkheden om op een andere manier dan traditioneel te voorzien in onze energiebehoeften. Daar gaat u vanmiddag over praten en daar wens ik u heel veel succes bij.